Ja, overal gaat het over die Dick Schoof, hè? Ja, goeiedag vrienden. Ja, en ik zit eraan te kijken en ik zag het buitenhof. En dan zie ik daar dus... Ja, en ik kreeg het ineens een beetje benauwd ervan, vrienden. Want ik zag daar dus jongetje Jetten zitten en die ene Jimmy Dijk van die SP. En die hadden het over die Schoof. En je zag gewoon al een glimlach in die gezichten komen bij die gasten. Ja, toen ze het over hem hadden. En toen dacht ik bij mezelf, ja, die zitten zich natuurlijk ontzettend in hun handjes te wrijven. Want die denken bij zichzelf, dat gaat wat worden. Met die debatten in de Tweede Kamer. Weet je, dat kon je in die ogen al lezen bij die gasten. En ik zat me daar al zo aan te ergeren. Ja, en ik denk, het zal toch niet waar zijn? En ik kreeg ineens een beeld op mijn netvlies. Alsof ik een helderziende was, dat ik al een beetje in de toekomst kon kijken. En toen zag ik daar onze Dickie Schoof, zag ik daar die moest naar de Tweede Kamer toe. En die krijgt die hele linkse beweging. Daar met jongetje Jetten en die Dijk en knulletje Klaver. En de groengoeroe, die Timmermans, die kreeg die over zich heen. En die gingen boom, 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 boom. En die maakte gehaakt van hem. En hij stond maar te bladeren op zijn dik, ja, in zijn papieren en te hakkelen. En die kwam er niet uit en die zei, ja nou, dat moet ik straks nog even, dat ga ik nog even nakijken. Dan kom ik in de tweede termijn dan misschien nog op terug. En dus zo. En ik denk, oh, ja vrienden, Dick, die wordt opgevreten gewoon door links.